De mooiste kersthuizen uit de regio. Je laat je werk voor wat het is en dan kom je thuis. Ja, dan kan je het allemaal een beetje loslaten. Heftige beelden uit de TV Westnieuws. En uiteraard ook veel sport. De archiefkasten van Omroep West zitten vol met juweeltjes van programma's. Het TV West-archief laat de leukste en meest bijzondere fragmenten zien uit het verleden. Met vandaag alles over fans van Frans Bauer tot K3. In 2008 kwam Jan Smit naar de studio van Radio West. En wie het mooist zong, mocht erbij zijn. Echt honderden voicemailberichten. Maar de winnaressen, die komen uit Woudbrugge. Yeah! Hallo, ik ben Yvonne. En ik ben Sanne. Hey, hoe fan ben jij van Jan Smit? Ja, nou best wel. Ik vind zijn liedjes erg leuk en eigenlijk hier in huis vechten we altijd om zijn cd. Die pik ik meestal in. Nou, ik wil hem hier in de huiskamer, ik wil hem eigenlijk ook mee in de auto naar mijn werk. Maar ja, Sanne, die is de grootste fan en die pikt hem elke keer mee naar boven. Maar Jan wacht op jullie. Ja, we kunnen. En scheuren met die bak. Ja hoor, daar is hij dan. Hallo. Zo, hoe is het met de zenuwen? Ja, een beetje zenuwachtig ben ik wel. Ik ben meer zenuwachtig dan zij. Ja, is dat zo? Ja. En wat heb je nou allemaal bij je? Bloknoot voor de handtekeningen. Ja, ik heb hem wel. Hé, daar komt er weer. Nou. Hey, lief meisje binnen. Ik zou gewoon naast me zitten. Als u de radio inschakelt, mag ik een hand? Hallo. Ik ben Jan. Ik ben Sanne. Maar jij bent Sanne? Nee. En je hebt een cadeautje voor mij? Ja. Okay. Hebben jullie, ik heb begrepen van de familie dat jullie één cd hebben waar jullie samen steeds bonje over maken wie hem mag draaien. Ik heb er gewoon nog één. Wow. Alleen nu krijgen we weer een strijd, want deze is gesigneerd. Ja. Nou, ergens, ik nee, die mag gewoon hebben, ja. Wow. Zal ik er ook nog voor Sanne opschrijven dan? Ja. En dan zet ik er ook nog bij Yvonne afblijven. Is goed. Elke keer als ze probeert erbij in de buurt te komen, hoef je hem alleen open te doen, dan staat er Yvonne afblijven. Of mama afblijven. Als de morgen is gekomen, verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis. Bij het Haagse artiestenbureau Amber Music staan de artiesten te popelen om door te breken. Nou, op dit moment heb ik natuurlijk JJ Bauer, Michel Wolsink, Richie, maar ook vele andere artiesten. Ik heb bijvoorbeeld ook hele bekende artiesten nu op dit moment. Dat is Rob. Want met Bianca aan hun zijde gaan ze er wel komen. Hele goede avond allemaal. Als je dan het leest, ja, ik zou zeggen Piet, gooi maar om. Ja. Gooi maar om die handen. Tegen in een bar. In twee donkerbruine ogen. Ik kon ze niet weer. We zijn vanavond in Café Tanja in Den Haag, waar we een groot artiest van Bianca mogen zien. We hebben vanavond te maken met Richard, die zich als artiest noemt Richie. En ben je soms niet te goed gezind? Denk aan de glimlach, je was een kind. Ja, dat maakt je weer blij. Richie is een doorzetter en hij heeft zangles speciaal hiervoor genomen. En we gaan vanavond zien hoe dat heeft uitgepakt. Nou, hij was al jong altijd bezig met een microfoon en altijd aan het zingen in huis. Dus ja, het kan niet anders, hè. Heb je altijd al artiest willen worden? Ja, heel erg graag. En waarom? Op het feit dat ik me eigenlijk mijn eigen kan uiten met mijn muziek. Ja, ik vind het heel leuk. En soms ook spannend. Ja. En ik wil ook dat hij ervoor gaat. Geef die eenzaamheid, dat is verleden tijd. Ik wil weer geven. Nou, we hebben op dit moment te maken met een C-artiest. En we hopen natuurlijk als Amber Music zijn dat hij misschien een B-artiest wordt. Maar daar moet hij wel keihard aan werken. Maar hoeveel optredens heb je, zo per maand? Op het moment heel weinig. En hoe lang heb je hiervoor niet opgetreden? Om eerlijk te zijn, een maand of zes. En zoals een echt artiest betaamt, heeft Richie ook echte strooikaarten. Ja, die leg ik neer. We hebben ze gisteren ook al nog even gebracht. Dat kan voor jou maar ook voor mij. Hola.
Maar het leven als artiest valt niet altijd mee. En er wordt altijd gezegd van, ja, je moet werken aan je stem, aan je houding. Ja, ieder heeft zijn eigen stemgeluid. En daar kan je weinig aan veranderen. Zelfs niet met een zangles. Manager Bianca blijft in Richie geloven. Als hij zo doorzet, na een jaar, heeft hij nog even tijd nodig. Veel optreden kost het altijd. Maar dan nou ja, wie weet. Maar vaak moet je van de kritiek op je eigen helemaal niks aantrekken. Want je weet zelf altijd wel beter wat je kan dan wat je niet kan. Straks meer artiesten van Amber Music. En terwijl K3 op zoek is naar de nieuwe K3, hebben wij in het archief beelden van nog voor Josje. Hallo. Volgens mij wonen hier hele grote K3-fans. Ja. We gaan vandaag naar K3 en het wordt denk ik een hele leuke dag. Ja, waarom denk jij dat? Omdat ik ben een hele grote fan van K3. Ja. En dat is je nichtje? Jij woont hier? Jij vindt ze ook heel leuk, hè? En wie zijn K3 nu eigenlijk? Dat zijn drie meisjes en ze beginnen allemaal met de K van hun naam. En hoe heten ze dan? Karin, Christel en Kathleen. Ik heb iets gehoord van jouw mama. Wat doe jij nou voordat je gaat slapen? Dan ga ik altijd die foto's altijd kussen. Ja, dan geef je eigenlijk de meiden van K3 een kusje. Ja. Maar die ene foto daar, die hangt wel hoog, hè? Hoe doe je dat? Dan doe ik een beer en dan sta ik erop en dan kan ik er zo bij. Wie zijn die nou weer? Voor Kathleen. Want die vind je het leukste. En waarom vind je die het leukst? Omdat ze blond haar heeft. En dat is dan toch wel heel belangrijk. Afrika, tot in Amerika. Ja, wij zijn zoveel mooier. Dat was leuk, hè? Ja. Vind je ze nou nog leuker dan eerst? Ja. Patricia van Rijn uit Den Haag is groot ADO-fan. En dat toont ze op een bijzondere manier. Ik vind ADO Den Haag helemaal geweldig, maar ik heb één favoriete speler. En dat is Wesley Voelk. Ik vind het een goede speler en ik heb een lekker kontje. Over lekkere kontjes gesproken. Patricia heeft met die van haar beroep gemaakt. Ja, ik doe het gewoon vanuit huis. Vanuit deze rommelkamer werkt ze al 4 jaar als erotisch webcam girl. Dat is mijn website. En dan komen al mensen binnen. Patricia heeft inmiddels veel fans die allemaal 80 eurocent per minuut betalen om wat lichaamsdelen van haar te zien. Nou, iemand zit nu een one-to-one gesprek. Dan vraagt hij of hij mijn buik mag zien. Ik heb in het leger gezeten en toen had ik ook op mijn website erbij. Dat is totaal iets anders dan dit. Ik heb geen 9-tot-5 baden, omdat ik dat niet vol kan houden. Ik wil gewoon mijn eigen tijden indelen. En met dit werk is dat goed te combineren. Dan kan ik ook gewoon naar de training wanneer ik wil. Ado, wil je naar training kijken? Ja. Hey, Patrice. Haar beroep is onder de meeste fans geen geheim. Hoe iedereen zijn centen verdient,
Ik was vroeger inbreker. Kom je ook online? Nee, is te duur, man. Ik zie haar toch in mijn training. Ik denk dat er ook wel een aantal Haag supporters bij haar komen kijken, die inloggen. Ja, ik heb ook wel bekenden die al zeggen van nou, ik zie je wel weer op Midden-Noord. Ja, en ik weet bij god niet wie ze zijn. En niet alleen supporters, er zijn misschien een paar spelers van FC Den Haag ook. Volgens mij weet het hele team dat wel. En iedereen is van Patricia van harte welkom om te komen kijken. Behalve één speler. Haar geliefde Wesley Verhoek. Ja, daar ben ik veel te verlegen voor. Ja. Als ik me op het trainingsveld zie, dan klop ik al dicht. Ja, de stoere Patricia wordt een verlegen schoolmeisje als ze in de buurt van Wesley komt. En? Ja, wat en? Met andere mannen heb je geen probleem. Ja, nee, daar praat ik makkelijk mee, maar met hem, maar ja. Voorlopig lijkt het dat de enige liefde in Patricia's leven toch ADO blijft. 8 maart 2003 wint Jamai uit Schoonhoven de eerste serie van Idols. Reden om hem te huldigen. Wat is er nou ook alweer zo leuk aan Jamai? Hij is zeker! Hij is zeker! Hij kan goed zingen! Mooi, hij is heel leuk! Hij is heel leuk! Sorry, ik verstond niet helemaal. Hij is tof, hij is mooi, hij is lekker! Hij zingt heel goed! Omstreeks 11:15 kwam Jamai aan bij het stadhuis van Schoonhoven. Zijn vriendinnetje en idolster Davy was meegekomen, evenals medefinalist Jim. Na de overhandiging van 2 zilveren pennen en een zilveren brillenkoker door de burgemeester moest er natuurlijk gezongen worden. Just a selfish guy, no one you should trust. Uiteraard wilde het publiek de zoen zien tussen Jamai en Davy. En die zoen kwam er. Alleen niet helemaal zoals het publiek zich had voorgesteld. Dat wist hij er nog niet, hè? Na een klein uurtje was het feest bij het stadhuis afgelopen en reed Jamai in stijl weg. Bianca Dame van Amber Music uit Den Haag heeft het druk met het promoten van haar artiesten. Ja, dit is de single van JJ Bauer en dat heet Keuzes. Wij doen zo'n radio-interview om de artiest te promoten en om hem ook een stukje bekender te krijgen op de radio. Ja, dat is voor alle artiesten natuurlijk heel erg belangrijk. Toch, JJ? Ja, uiteraard. Ja, hè? JJ Bauer zit al jaren in het vak en heeft deze hele woonwagen al bij elkaar gezongen. Hij staat op dit moment op doorbreken, JJ Bauer, in de Nederlandse hitparadelijsten bij Radio NL natuurlijk. In de dagtop 5. We zijn er nog niet. Ik hoop het volgende week. Ik heb alles in mijn leven en ik voel me goed. Maar ik zou ook alles geven, want wie goed doet, wie op zoek gaat naar geluk om voor keuzes te staan. Kiezen voor wat je bereikt of als maar blijven gaan. Dat kun je toch ook niet zeggen? Je weet toch niet wanneer je een hit hebt gezorgd? Als we net zo goed doen als Slidiaan, staan we er 12 weken in. Oké. We hebben een goed liedje, laten we het daar houden. Goed product en we hopen dat we doorbreken. Je bent op een goede weg. Ja. Nieuw product. Hij is veel gevraagd, dat kan ik wel zeggen. Oké, we hebben hem. En ik weet dat jij daar ergens op me wacht. Alles valt weer op zijn plaats als jij weer lacht. Oh, het heeft een enkele zin, toch leeft het weer. Altijd als ik bij jou ben, dan wil ik meer. Nou, het liedje is veel gevraagd, Keuzes. Het wordt op dit moment op diverse radiostations door heel Nederland gedraaid. En Radio NL, alle mensen kunnen daarop stemmen. En we hopen dat we daar uiteindelijk in de dagtopparade in ieder geval zullen zijn. Dus. Kijk, het moet eerst gewoon goed opgepakt worden door alle radiostations. En dat is nu gebeurd. En dan wordt... Hij is overal in de playlist opgenomen, dus dan gaat zo'n ding zijn eigen leventje leiden. Dus wat gaat hij doen? Ik hoop dat hij het goed gaat doen. Dat ik je nooit meer vergeet. Van JJ Bauer naar Frans Bauer. Tiswat bezoekt superfan Magda de Wit uit Delft.
In haar flatje is ze een bouwenkamer aan het inrichten met levensgrote poppen voor onze vrolijke zanger. Eentje heb ik op een concert in Den Haag geïnt. Hoe deed je dat? Gewoon mijn naam erop zetten en naar een telefoonnummer en naar degene gelopen die erover ging. En gewoon gezegd, die is van mij? Ik zeg, die is van mij. Ja, maar hij moet hier nog een paar dagen staan. En dan weet je in elk geval waar hij naar die paar dagen heen moet. In Magda's flat is het bouwen wat de klok slaat. Zo'n 40 foto's hangen er kriskras door het huis. Van de huiskamer tot de slaapkamer. Inclusief t-shirts van alle bouwenconcerten. Maar één ding is wel heel speciaal. Ja, en toen werd er op de deur geklopt. Zo van, ja, nu zou Per Mankenelen is hier. Lachen natuurlijk. Frans Bauer. Frans Bauer is hier binnen geweest. Is hier binnen geweest. Heb je eten voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Hij heeft gezongen. We hebben samen gezongen eigenlijk. Meer of meer de hele avond. En via een prijsvraag van de story. Van de story? Oké, wat moest je daarvoor doen dan? Een slagzin afmaken. Op het toenmalige cd samen met jou. Oké, en wat is de slagzin geworden? Met Frans aan mijn zij voel ik me altijd blij. En zo is het. Nou, eerst even nog een lekker bakje koffie doen met Frans. En dan ruimen we de bouwenkamer verder in. Een van deze verzamelstukken heeft een grote waarde voor Magda. Mijn toenmalige man, die was vrachtwagenchauffeur. En ik wilde zo graag dezelfde truc hebben. Mm-hmm. En ja, helaas leeft mijn toenmalige man niet meer. Dus daarom zeg ik al. Maar hij heeft dat toen gemaakt. Dus deze heeft eigenlijk best wel een emotionele waarde ook. Hoe zit dat dan met de muziek? Helpt jou dat door moeilijke tijden heen? Zeker weten, dat ja. Als ik maar bij jou kan zijn. Maar ik elke dag naar verlang. Toch hebben heel veel liedjes hebben gewoon een betekenis. De tekst. Het is niet alleen de muziek, maar ook de tekst. Luister ik heel goed naar. En 90% van wat die heeft uitgebracht, zing ik zo mee. Magda, bedankt dat je voor Tis Wat je huis openzette. En Frans mag blij zijn met zo'n fan als jij. Maar je kunt ook fan zijn van hele andere dingen. Jos en Oscar houden van snelheid. Doodsangsten uitstaan in een gecontroleerde omgeving noemen ze hun liefde voor achtbanen. Ze reizen er de hele wereld voor over. Begint jullie hart al sneller te kloppen nu? Ja, we zijn nu natuurlijk dichtbij. En als je dan ziet hoe mooi dat eruit ziet, dan heb je al zoiets van ik wil erin zitten eigenlijk. En omdat Tis Wat erbij is, mogen ze van de Efteling zo vaak als ze willen in hun favoriete achtbaan. Joris en de Draak. Oscar zit thuis ook wel eens met zijn neus in de boeken. Achtbaanboeken uiteraard. Hoe is die achtbaangekte bij jou nou begonnen? Ja, door veel naar Discovery te kijken en daar documentaires over trail rides, extreme rides te zien. En erachter te komen van, hey, maar er staan in het buitenland nog veel gavere achtbanen dan die je hier in de buurt kan vinden. En dan hadden ze ook de ontwerpen van die banen. En dan zie je dingen dat je denkt van, ja, maar daar moet ik ook in. Hoe hard gaat deze nou? 70 ongeveer, denk ik. Hard genoeg? Ja, voor deze zeker. Ja, ja. Zeker ook met wat van die spannende effecten die je daar ziet. Dat je hele soepele bewegingen, ja, hele soepele snelle wisselingen maakt. Dat ja, is heel gaaf. Hoe gek ben jij eigenlijk van achtbaan? Nou, ik ben op zich redelijk gek van achtbaan, ja. Ik denk dat ik zo zeker 500 ritjes in een jaar erop zit. Voor mij is de kick airtime. Hoe meer airtime in een baan, hoe liever. Hoe langer, hoe beter. En wat is dat precies? Airtime is het moment dat je loskomt van je stoeltje. Dus de negatieve G-kracht in de baan. En dat heb je vaak als je met een karretje, met een treintje over zo'n heuvel schiet. En dat moment dat je over die heuvel gaat, dan kom je zo uit je stoel. En dat geeft een beetje een soort ja, gewichtloosheidsgevoel. En dat is ja, super gaaf. Maar het is een stuk gezonder dan roken of zo.
Hoe zou je leven eruit zien zonder achtbanen? Ik word oud als ik stop met achtbaan rijden. Tot zover deze aflevering van TV West Archief. En volgende week dan zijn we er weer. Heb jij nou ook een fragment dat je nog graag eens terug zou willen zien? Mail dan naar tvwestarchief@omroepwest.nl.